Lauwersen die op kinderlijk eenvoudig wijze scoort. 2-2 wordt het toch nog spannend. En Nederland maakt zich weer klaar voor de uitworp. Ze wachten op het signaal van scheidsrechter Jansen. Ja, het is aan de hand. Wat is Jansen aan het doen? Ik kan het niet precies zien. Hij staat hier met zijn krullenbol voor me. Is in een onderhoud met Captain Lauwersen. Nou ja, Wiemel gooit de bal. Wiemel gooit de bal. En dan fluit scheidsrechter Jans. Voor Hens. Ongelooflijk. De scheidsrechter fluit voor Hens. Alsof hij bij het voetbal staat te fluiten. Wiemel en Diepstekel gaan verhalen halen bij de oog aan deze scheidsrechter. Maar deze herziet zijn beslissing niet. Integendeel, hij geeft ze allebei rood. Wat een schande, dames en heren. Maar dat betekent dus wel dat Vlier de Vrij staat, dit duel heeft gewonnen. En kijk ze eens juichen. Kijk ze eens blij zijn. En ook de scheidsrechter deelt mee in de vreugde. Ja, en aan het gedrag van scheidsrechter Jansen ben ik er niet helemaal zeker van of dit wel allemaal zuivere koffie is. En dan komt het team van Vlier de Vrij staat uit het zwembad om hun publiek nog eenmaal te bedanken voor de aanmoedigingen. Vlier de Vrij staat met 1-0 voor. En ondertussen, dames en heren, hoor ik hier in mijn oortje dat de openingsceremonie al in volle gang is. Hilversum? Ja? Ja? Ja, ja, ik stel voor dat we direct gaan schakelen naar Hilversum voor het begin van de openingsceremonie. En hier is uw Olympische showmaster zo dadelijk. Doe!